Het begint meteen met een correctie. Niks, Brenno. Het is Keiko. En Keiko heeft een verhaal te vertellen. Keiko is columnist voor ICT Magazine. En ze begint dus met uitleggen eerst eventjes iets over infectieziekten. Want we gaan het een stukje hebben over corona. En ervaringen uit het verleden bieden soms een garantie voor de toekomst. Namelijk, infectieziekten hebben een paar kenmerken. Eén persoon infecteert twee mensen infecteren vier mensen infecteren 16 mensen. En je zou dit een exponentieel effect kunnen noemen. En dat betekent dus ook dat als je als je iets wil gaan doen, dat naarmate je langer wordt, het ingewikkelder wordt. En daarom hebben we meer dan 100 jaar geleden tegen elkaar gezegd, na de Spaanse griep, het is een recht van mensen dat de overheid maatregelen neemt. En ik begin hiermee om dat te zeggen, omdat ik heel vaak de vraag krijg waarom ik aan dit meewerk. Omdat het om mensenrechten gaat, omdat we het recht hebben om beschermd te worden tegen ziekte. En dat is vastgelegd in meerdere verdragen. Dus of de overheid het nu leuk vindt of niet, dit moeten ze doen. Goed, dan de talk die gaat plaatsvinden gebaseerd op vier kattenpoten. Het eerste gedeelte gaat over katten op een ministerie. Daarna over katgebaseerde beveiliging. Dan de kattenbelletjes die hebben plaatsgevonden op Hekkerhotel vandaag. En dat zijn best wel een paar hele bijzondere dingen. En dan gaan we even praten over de kattenbak. Goed, katten op een ministerie. U ziet een foto van mijn werkplek een tijdje geleden. Vlak nadat ik binnen ben gekomen heb ik gelijk 10 paarse krokodillen gekocht. Want ik ben iets met informatiebeveiliging, dus de afdeling paarse krokodillen. Maar goed, daar begon het allemaal niet. Het begon natuurlijk allemaal in maart 2020, toen we allemaal moesten thuisblijven. We mochten nergens heen, want het moest veilig. En Keiko zit naar de televisie te kijken en die ziet een man met een baard. En die man met een baard heeft het over twee dingen. Er komen twee apps. We spreken 6 april 2020. Eén app bedoeld om te vertellen aan contacten die je niet meer kent of niet meer herinnert. Hey, je bent met mij in contact geweest. En je loopt nu een risico, want ik heb positief getest. Overigens, dat hebben we op de afdeling ook best vaak. En wij sturen elkaar dan altijd kaarten met stay positive. De tweede app is ondersteunen van het bron- en contactonderzoek van de GGD'en. Want het vervelende is, als dingen exponentieel toenemen, dan neemt de werkdruk dus ook exponentieel toe. Met een slinkend aantal mensen, omdat ook die mensen blijken niet immuun te zijn voor corona. Nou, ik zag dat hele verhaal op de televisie. Ik hoorde die man met die baard dingen vertellen over exacte afstanden meten op basis van Bluetooth en zo. Nou, dat ja, goede grap. Dus ik heb me daar zeer vocaal over. Sorry? Testen. Nee, ik had vanochtend getest. Er zat weer niks positiefs aan. Daarop volgde een appathon waarbij alle bedrijven die een oplossing hadden hun oplossing mochten laten zien. 750 bedrijven. En ze hadden allemaal één kenmerk gemeen. Geen kon een fatsoenlijke oplossing bieden. Of ze waren onveilig. Of ze waren privacy-onvriendelijk. Of het was een mock-up. Of de software was wel geschreven, maar functioneerde niet. Of een combinatie van deze dingen. Twee apps die waren al op de markt. In Tsjechië en Oostenrijk en Singapore. En na deze exercitie kon het ministerie van Buitenlandse Zaken vertellen dat deze landen beter hun app van de markt konden halen. En die zijn ook van de markt gehaald. Dus men is zelf begonnen. Ik vond dat trouwens wel echt een fantastische bijeenkomst. Ik vond het de hoogmis van het techno-optimisme. Want man, het leek allemaal nergens naar. Maar goed, daarna ben ik gebeld door iemand. En die zei, stop met janken en help mee. Als je het allemaal zo goed zelf weet. Maar ja, ik wil geen dinosaurus zijn. Dus ja, zomaar gaan meedoen niet. Dus ik had een paar dingen bedacht dat dit nooit ging gebeuren. De eerste is,
dit soort apps gaan misbruikt worden. Dus er moet eigenlijk gewoon misbruik wordt gestraft, moet worden geregeld. Dus ik zei van ja, dan zou je eigenlijk een wet moeten schrijven om mensen te straffen als ze de app voor iets anders gebruiken. En het eerste wat de CIO zei is, oh ja, dat is goed, gaan we doen. Maar dan zetten we privacybescherming en informatiebeveiliging op één. Ja, logisch, prima, gaan we doen. Ja, en we zorgen dat de app toegankelijk is. Dus als dat er niet is, komt dat ding niet op de markt. Oké, prima, gaan we doen. Oh, maar dan maken we hem transparant. Dus iedereen mag alles zien. Nou, ook daar werd het antwoord weer op, gaan we doen. Dus alles wat open kan, gaat open. Nou, en dat voor het ministerie van Volksgezondheid was niet het allereerste wat ik had verwacht. Dus ik een foto van mezelf laten maken voor de Rijkspas. En aan de slag gegaan. Ik ga jullie het hele verhaal even besparen, want dan kan ik een lezing van 3 uur gaan geven. Wat het belangrijkste is we put our money where our mouth was. Dus als bijvoorbeeld Google een fout heeft gemaakt in het framework wat onder de coronamelder lag en wij horen dat uit Finland, halen wij de app van de markt. Daarbij hebben we wel een oefening gedaan met hoe gooi je iemand voor de bus. Dat heet een kamerbrief. Google heeft een probleem, wij nemen verantwoording. Zij hebben iets verkloot, wij doen nu dit. En we hebben 2 dagen lang coronamelden van de markt gehad. Dat is echt heel eng, want dat kan einde product zijn. Maar goed, we hebben het wel gedaan. En eventjes, hoe moeilijk wordt er dan gedaan door de CIO op het ministerie? Nou, de meeting duurde minder dan 1 minuut. Nou goed, iedereen kon meedoen, iedereen kon alles zien. Daar moet je over nadenken, hebben we geleerd. Want als je een design publiceert, dan denkt Dagblad de Limburger dat het product al af is. De coronamelder is al klaar. Dit hadden we niet goed doordacht. Nou goed, we hebben eigenlijk alles openbaar gemaakt. Hè, van broncode designs, maar ook de discussie. Ook de ethische onderzoeken. En daar kreeg ik wel eens de vraag op of ik gek was geworden. Ja. Dat zeker, ja, Mendel, absoluut gelijk in. De source code reviews en de pentesten. Nou, ik was koud binnen. Of de NOS kwam met een heel mooi verhaal. Namelijk, het RIVM was gevoelig voor URL-manipulatie. Dus ik heb aan Ron de volledig objectieve vraag gesteld. Doen jullie in dit huis niet aan pentesten? En vervolgens kreeg ik netjes een pentest afgeleverd. En daar stond netjes in een lijstje met fouten. Iets vergelijkbaars heb ik later dat jaar gezien bij Hof van Twente. Want daar bleek de pentest eigenlijk ook gewoon niet te bevatten wat er wel was getest. Dus dit indachtig was mij duidelijk dat dit soort pentesten kan ik niet naar de Tweede Kamer sturen. Dus wat je dan gaat doen is uniforme eisen neerzetten bij de inkoop. Namelijk, ik wil dat je standaarden volledig uitloopt. En ik wil bewijs zien dat je dat hebt geleverd. Reacties van pentestbedrijven. Ja, en als we dan dus dat niet goed doen, dan zijn we zeker ook nog aansprakelijk. Oeh, yes. Tweede, jouw rapport wordt gepubliceerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Nou, toen was je ook alweer een aantal aanbieders kwijt. En het zou kunnen zijn dat ik deze order 2 keer in de markt zet. Dus het zou kunnen zijn dat een concurrent van jou dezelfde software krijgt te testen. En als jij dus iets mist, zou je concurrent dat dus kunnen publiceren, sta je er niet best op. Nou, dan ben je weer een deel, dan wordt de spoeling nog wat dunner. En ook de manier waarop je het opschrijft, dat moet genormeerd, namelijk volgens de Pentest Execution Standard. En ik denk dat dat gewoon, en alles moet reproduceerbaar zijn. Je moet kunnen bewijzen dat je dit hebt gedaan. Wat zit hierachter? De gedachte is ook, een lijstje met fouten kun je niet gebruiken om te bewijzen dat iets goed zit. Een lijstje met fouten is bewijs dat iets niet goed zit. Wil je bewijs hebben dat iets goed zit, zal ik moeten zien wat er getest is. Eigenlijk test je de security controls op opzet, bestaan en werking, net zoals een auditor dat doet bij alle andere dingen. En dat zijn we gaan doen.
testen van het opzet, bestaan en werking van security maatregelen. En ook tot op vandaag is dat ook wat we doen, ook intern. Elke keer weer. Bewijzen dat je heel suf alles uitloopt. Hoe saai het ook is. En dan nog vang je niet alles, maar je vangt wel een heleboel dingen. Want bij een auto zeggen we ook niet, ja, ik heb mijn APK gehaald en dit was wat er niet in orde was. En toen kwam Daniel Verlaan. We hadden coronateststraten. En hij kraakte een coronateststraat. En al heel snel riep de Tweede Kamer, het is toch belachelijk dat de minister van Volksgezondheid deze bedrijven niet test. En voilà, daar hadden wij 70 pentesten om eventjes zelf extra te gaan doen. Lang verhaal kort, dit kun je niet fatsoenlijk in de markt zetten. Hou dit even vast. We gaan terug naar december 2020. Hof van Twente liep. Het is 15 december. En ik zit bij de lunch. We waren zo'n beetje de enige afdeling die trouwens in de kantine mocht zitten. Dat was ook wel weer cool. En ik was nog echt oprecht van mening, twee prikjes en dan is het klaar. Dan is de werkdruk weg. Dan gaan we gewoon weer door met ons leven. En we hadden de containers op de grens met België. Frankrijk deed ingewikkeld. Oostenrijk was van plan de grenzen toch wel wat strenger te gaan bewaken. Dus iedereen begreep wel, als je bent gevaccineerd, dan zul je dit moeten registreren. Dus ik had eigenlijk maar een klein vraagje. Weet iemand hoe we dit registreren? En op dat moment begint één persoon te kletsen over, ja, maar dat doen de ziekenhuizen in het EPD. En ik zie dus Ron Roosendaal, de CIO, lijk bleek wegtrekken. En het was, oké, hier hebben we geen oplossing voor. De huisartsen EPD's konden dit niet aan op dat moment. Er is geen oplossing. Overigens, de poster die je ziet, die heeft daadwerkelijk in een academisch ziekenhuis gehangen. Maar dat is een ander verhaal. Dus hij werd flink gekletst. En ik ben maar eens naar wat hackerspaces gaan bellen. Want we hebben een nieuwe. Weet ik, maar dit was toen. Dit was toen, Mendel. Precies, oké. Even gewoon wel historisch correct zijn. We zijn naar mensen gaan bellen, want dit was 15 december. En als jullie het nog herinneren, de vaccinatiecampagne zou op 8 januari gaan beginnen. Laten we zeggen een kleine 3 weken later. Dat red je niet. Ik kan een heel lang verhaal gaan ophouden, maar met inkoop red je dat niet. Met mensen die aan elkaar moeten gaan wennen, ga je dat niet redden. Dus ja, je moet gewoon mensen gaan bellen en zeggen, heb jij nu tijd? En als het antwoord nee is, dan is de volgende vraag, is wat je nu aan het doen bent belangrijker dan corona? Nee, dan werk je dus voor mij. Zo ben ik begonnen met Anne-Jan binnen te halen. Die was redelijk stil. En zo zijn er een heleboel mooie mensen allemaal binnengekomen. En kwamen er her en der rare posters en stickers en op de zeepdispensers in de toiletten. Je kunt je voorstellen, wij zaten op de verdieping van de afdeling en sport en PGB. En de mensen van PGB kwamen af en toe wel op kantoor. Die vonden ons ingewikkeld. Nou, en dan komt er op een gegeven moment een manager langs. En jij zit een mail te tikken. En even nog terug naar 15 december. Hè. Het land is in lockdown. En als er niet gaat worden gevaccineerd, is de brede inschatting van de diensten dat er rellen op straat gaan uitbreken. Dus dit gaat geen softwareproject worden wat over tijd kan gaan. Want dan heb je dus rellen op straat en gebouwen in de fik. En er komt zo'n manager binnen en die zegt, misschien gaat Defensie wel vaccineren. Waarop ik denk, oké, ik moet opschalen in volume. Misschien moeten we wel 1 miljoen prikken per dag kunnen registreren. Meer service, meer eisen, geen probleem. Nee, als Defensie gaat vaccineren, was zijn gedachte,
dan moet het project een codenaam hebben. Dus van alles wat hij had kunnen zeggen, goed. Als ik aan defensie denk, dan denk ik aan coole Oekraïense soldaten die poesjes redden. Aan stoere mensen die in ieder geval dingen met katten doen. Oftewel, de geheime wapens van defensie, dat zijn nu eenmaal katten, dat weet iedereen. Dus zei ik tegen die man al tikkend aan de e-mail zonder te verblikken of verblozen, dan noem ik het project Brani Banani. En hij zei, dat lijkt mij niet te linken aan een vaccinatiecampagne, dat lijkt mij prima. Dit is mijn kat Brani. Die noem ik liefkozend Brani Banani. En zo is het gekomen. Dus ik belde Anne-Jan op. Ik zeg, ben je al onderweg naar Den Haag? En dat was die. Ik zeg, spring eventjes een supermarkt in. Maak foto's van een rek bananen. Er werd bij ook gezegd, ook het IP-adres mag niet te herleiden zijn naar een ministerie. Dus ik heb Freedom gebeld. Ik zeg, doe even een IP-adres en een VPS'je. En toen werd dit de website, Brani Banani, de website voor al uw bananen. En die wordt binnenkort geopend. Prima. De afdeling management is gerustgesteld. En wij zijn gaan bouwen. We zijn een systeem gaan bouwen wat we naar katten zijn genoemd. Natuurlijk microservices. Dus je hebt een deel Brani, je hebt een deel Banani, je hebt een deel Keiko, je hebt een deel Zyko en je hebt een deel Hiro. En Hiro is voor de externe contacten. En uiteraard ook qua crypto heb je dit gewoon goed uitgedacht. Want voor crypto hebben wij uiteraard onze crypto-architect, Mendel. En Mendel en ik hebben hetzelfde geloofssysteem. Sleutels bewaar je op een HSM. Dus niet een heel ingewikkeld geloofssysteem. Het probleem alleen van HSM's is, die bestel je niet vandaag en worden morgen geleverd. Want de testen duren soms al 2 tot 3 weken. Een HSM is een hardware security module. En dat is, zoals Ron Roos nou ooit zei, een strafgevangenis voor security sleutels, waarin ze worden geboren en ook weer worden omgelegd. Oftewel, de private keys die leven in de HSM en komen nooit naar buiten. Er waren toen mensen die zeiden, ja, als we dat niet redden, dan zet je het gewoon eventjes op een Windows server. Mijn reactie daarop is geweest om naar iemand toe te stappen en te zeggen, deze persoon wil ik tot de vaccinatiecampagne niet meer in dit gebouw zien. En toen heb ik Mendel gebeld van GoFix. En Mendel die zei dus van ja, dat zouden we met YubiKeys kunnen doen de volgende ochtend. Dus ik zeg Mendel, oké, ga maar bouwen. Nee. Niet als je ze vast duct tape. En dan nog kun je er niks mee, hè? Maar goed. Dus Mendel die zegt nee, ik ga dat niet maken. Hoezo niet? Ja, ik heb de code al af. Dus dat was gefixt. En 2 januari hadden wij, met de hulp van ook Dirk Willem van Gulik, onze eigen kiesceremonie in 3 datacentra. Zodat wij alles kloppend hadden en alles gewoon werkte op basis hiervan. Enige nadeel, het ontcijfert wat langer. Maar ja, dat is het probleem van het RIVM en niet van ons. Dus het leger speelde geen rol. Nou, niet helemaal. Je hebt 118 ziekenhuizen, die moeten van credentials worden voorzien. En die moeten eigenlijk zo snel mogelijk worden afgeleverd. Nou was de deadline verschoven van 8 januari naar 6 januari, dus op 5 januari stond dus Defensie 's middags bij ons om enveloppen op te halen. En in het uur daarna zag je de eerste ziekenhuizen en ook echt opmerkingen, en ik overdrijf niet, de bevrijding is begonnen. Nou, toen hebben we wel met een paar mensen met tranen in de ogen gestaan van, kak, we hebben het gewoon gered. En Defensie was pas 2 dagen eerder al iets gebeld. Ja. Maar ja, het volgende probleem. Oplossing.
Als je 118 ziekenhuizen bedient, dan kun je nog eens een branchevereniging opbellen en zeggen, wie zou jij credentials geven? En dan krijg je gewoon een mooi lijstje met 2 mensen per ziekenhuis en daar leef je de sleutels af. Maar ja, voor verpleeghuizen en bejaardentehuizen is het wat ingewikkeld, vooral verpleeghuizen. Wij weten niet exact hoeveel verpleeghuizen er in Nederland zijn. Dat zijn er tussen de 700 à 1000 en 7000. Dus wij moeten tussen de 2000 en 14.000 credentials in enkele weken gaan uitrollen. En hoe voorkom je nu dat er sleutels worden inloggegevens worden uitgeleverd aan een Daniel Verlaan? En hoe wij het ook wenden, draaien of keren, en we hebben bedrijven ingehuurd die normaliter dingen in terreurbestrijding doen, en die hadden de meest fantastische ideeën die ze ook hebben waargemaakt. We kwamen er met elkaar uit, dit ga je niet fixen. 14.000 credentials in een paar weken uitrollen gaat gewoon niet kunnen. Nou, toen was er weer iemand met een hele grote mond en een hele lange staart. Onze crypto-architect, en die zei, dan gebruiken wij de Uzipass. En die werd meteen afgebekt met, dat hebben we al een keer geprobeerd, dat implementeren, dat duurt een half jaar. En dan heb je nog niks. En dan ben je een miljoen euro verder. Dat was op een donderdag. Op dinsdag hebben we de broncode geopenbaard voor het project Poozy. Dinsdagavond had ik overigens een klacht van GitHub. Dat dit misschien ook anders kon worden geïnterpreteerd. Dus toen hebben we wat mensen bij Microsoft gebeld met, nou, je moet hem niet zo lezen, maar iets met beestjes die miauw zeggen. En toen hebben we dat uitgelegd en toen mocht het blijven. Maar toen hadden we onze eigen code geschreven en toen kon je dus inloggen met de Uzipass bij ons systeem. Enkele richting de 10.000 artsen hebben dat gedaan. Om en nabij. En het werkt gewoon. En al die mensen waren al gescreend. En nu hield je opeens een beheersbaar proces over. Goed. Ik zei al, dit was het model waarmee we zijn begonnen. Keiko boos, want ja, Keiko de Zeiko is stom. Hero en Brani hadden zoiets van relax. Weet je, maak je niet zo dik. Maar goed, er was nog iemand anders. En dat was ons Nimmo voor Prezen manager. Die vond namelijk kattennamen ook stom. Anne-Jan had daar wel een oplossing voor. Hij is systemen Harry gaan noemen. Want uiteindelijk hebben we de software maar in elkaar geharried. En we zijn begonnen met Harry 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Waarop die manager later begon te vragen waar Harry 1 en 2 waren gebleven. En we hebben met 5 mensen zijn we opgestaan. En hebben gezegd, dat is een verhaal waarover we het liever niet hebben. Maar we zijn teleurgesteld dat je Star Wars kennelijk niet kent. En Hardy rijdt op 3. Precies. En vervolgens hadden we natuurlijk ook dingen die waren ingewikkeld. Dus ja, dat hebben we Inge genoemd. Inge 0 tot en met 9 en daarna kwam Piet. Daar is verder geen logica achter. Gelukkig was er inmiddels een man zonder baard die zei bij de demo, oh wat leuk die kattennamen. Volledig, hij dacht dat zomaar opeens. Oh wat leuk die kattennamen, die houden we erin. En sindsdien doen wij op last van de minister weer gewoon ieder systeem netjes naar katten noemen. En de eerste 2 systemen die heten Snorri en Morrie. Nou, toen kwamen de andere dingen natuurlijk die heel belangrijk zijn. Hoe noem je het team? Nou, toen zei die manager, ik zou het maar RDO Security noemen. Dus toen dacht ik, A, dat is suf. En B, als jij het zegt, dat nooit. Dus toen dachten we, ach, Red Team klinkt wel leuk. Maar ja, dat in het Duits, Rote Team, nee. Squadra Rossa klinkt wel dodelijk. Equipe Rouge, dat klinkt ook weer zo verkeerd. Hebreeuws of Jiddisch, ja, weet je, krijg ik dat weer aan naar mijn hoofd. Dus toen uiteindelijk bleek in Javaans bleek het Team Abang. En toen dacht ik, ja. En ik hou nogal van Indonesisch eten. Helemaal goed. Dus nu krijgen we wel eens mailtjes. Geachte heer Abang, beste Tim.
Wij moesten ook wat gaan redteamen zo links en rechts. Nou, daar hebben we natuurlijk weer Brani in gebracht. Dus dit is het lichtbeeldausweis van Brani. En je had op een gegeven moment ook een route voor toeristen. En toen heb ik maar als voorbeeld een boardingpas genomen. En toen zei ze, ja, maar dat is iets wat je niet kunt vervalsen. Dus Brani is gevlogen van Catalonië naar Charles de Gaulle. En van Charles de Gaulle naar Amsterdam. En zoals je daar onderaan kunt lezen, het is verboden gevangen vogels of muizen mee aan boord te nemen, bla bla bla. Het is prima natuurlijk gewoon, het is maar een pdf. Het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Maar goed, het bleef, katten blijven gewoon leuk en nuttig. Ondertussen, er kwamen de QR-codes, er kwamen de uitzonderingsroutes voor de QR-codes, er kwamen de uitzonderingen van 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 de QR-codes. Ja. Maar goed, er kwamen dus heel veel uitzonderingen, er kwamen veel projecten. We hebben zelfs een EPD gebouwd voor de ziekenhuizen, mochten die gaan vaccineren. We hebben echt idioot veel gebouwd en een van de mensen die hier nu niet is, en ik zal zo meteen uitleggen waarom, is Niels, die er gisteren nog wel was, maar toen was hij opeens Sander Gerderink. Maar een van de mensen die daar heel hard aan heeft getrokken is Niels, tot echt het einde van zijn energie aan toe, zoals wel meer mensen. En we hadden dus 18 projecten op het hoogtepunt voor 4 landen. Want we zijn een koninkrijk met 4 landen en alle 4 hebben hulp nodig. En elke keer was het, ja, leuk, gaan we doen. En dan was het aan Tima Bang, gaan wij het even veilig houden. Nou, dat ga je gewoon niet volhouden. Het was al meer werk dan we aan kunnen, maar het is security by design. Het is de lopende aanvallen. We hadden elke zaterdagavond om 7 uur onze wekelijke DDoS. Daar zit trouwens wel een voordeel in trouwens. Als je namelijk weet dat je elke zaterdagavond om 7 uur wordt gededost, dan kun je je daarop inrichten. Dat is dan wel weer prettig. We hebben natuurlijk, en dat hebben jullie in de media kunnen lezen, de nodige fraudegevallen gehad. Nou, ik wist heel veel van fraude, namelijk nagenoeg niets. Je gaat best wel door een steile leercurve dan opeens, want iedereen denkt opeens, oeh, politiek gevoelig, dus die ga ik niet doen. En dan is het zo'n vliegende drol en dan zit er net bij mijn bureau zo'n ventilator. Dat je denkt van, nou, laten we dat even niet doen. Dan krijg je natuurlijk gewoon je normale compliance. De minste vorm is de DigiD audit. De zwaarste vorm is, denk ik, de NEN 7510 en de bio. Je scanning, je pentesten. Het is nogal een grote operatie, groter dan we eigenlijk aan kunnen. En dan gaan we naar deel 2 van dit verhaal, de CAD-gebaseerde beveiliging. Als je wat dieper gaat kijken, dan doen wij in onze security-industrie een aantal rare dingen. Een van de dingen is dat alles wat prima weg is te automatiseren, doen wij bij voorkeur het liefste met de hand. Zoals zeer intensieve rapportages schrijven. Andere dingen die we graag met de hand doen is veel standaard testen die je prima kunt wegautomatiseren. Maar je zou ook kunnen denken als ik doe een test, ik zie dat het goed is, ik schrijf het op en gooi alle resultaten van de test maar weg. We zijn heel goed in ambachtelijk dingen doen. Er is ook wel wat positiefs, er zijn wat open source tools en zo. Maar al die tools hebben wel als kenmerk, ik ga het snelste, langs de allerkortste route, naar het antwoord op vragen. Dus wil ik weten of iemand kwetsbaar is voor Log4j, dan is dat de vraag die ik beantwoord. En hoe ik daar ben gekomen, nobody cares. Ik ben een onderzoeker. Ik ben 15 jaar lang onderzoeksjournalist geweest en eigenlijk het antwoord op de vraag is misschien wel het minst interessante van mijn hele onderzoek. En vraagt ook aan een politieagent, probeert iemand te bewijzen of jij iets hebt gedaan? Nee, een politieagent probeert feiten te verzamelen. Een onderzoeker probeert feiten te krijgen. En dat vervolgens te ordenen om dan tot een conclusie te komen. Dus goed, dat wilde ik gaan doen. En nou, een van de mensen die daar veel mee bezig is, is Jan Klopper. En die heeft als levensmotto, als je een bedrijf begint, en daar heeft nogal wat gestart, de dingen die simpel zijn, moet je nooit als eerste doen. Dus logo, bankrekeningen openen, dat soort dingen. Je doet eerst de ingewikkelde vraag. Dus ik riep eerst een logo, hij riep nee. Nou goed, ik had toch al een foto van Keiko, dus ik heb het lekker toch gedaan. Dit werd ons logo.
En je lost eerst het complexere probleem dus op. En een paar vragen aan jullie. Wie heeft er wel eens een kloppende CMDB gezien? Ja, een lege. Ja, precies. Als je nog niks hebt. Ja. Dit is toch te triest voor woorden. Want op het moment dat je wordt aangevallen en er speelt dus iets, heb je dus kennelijk nergens een routekaart liggen om te zeggen welke systemen je hebt. Nou goed. En dan hebben we tools en die gaan een speld in een hooiberg zoeken. Oftewel, ik ga een hele hooiberg uit elkaar trekken. Vindt dus... Ja, het zijn strooibalen, Mendel. Echt, jij komt gewoon vandaag niet meer aan het woord. Zoek een speld in een hooiberg. En dan heb je die hooiberg weer terug. En dan is het zoek een coronatest in de hooiberg. En dan kan ik weer diezelfde hooiberg door. Of zoek een sok in de hooiberg. Is dat niet logischer dat je zegt, ik doe stro bij stro, sokken bij sokken, spelden bij spelden, worstjes bij worstjes, coronatest bij coronatisten, geld bij geld en portemonnees bij portemonnees. Zodat als je op een gegeven moment zegt, ik wil een speld uit een hooiberg, dat je zegt, nou, dat is in een doosje spelden. Wij bouwen een feitendatabase. CAD is eigenlijk in de kern een feitendatabase. Een graph database met hele simpele feiten. IP-adressen, domeinnamen, dat soort dingen. En die noemen wij de octopus. En die octopus vullen we op de volgende manier. Wij hebben plugins, die noemen wij boefjes. En die harken data bij elkaar. En boefjes starten we in containers. En die containers voorzien we van input. Die leveren output. En netwerkverkeer. En alles bewaren we. En zo meteen komt dan ook nog en alles signen we. Maar dat is een tweede ding. We beginnen even, we bewaren alles. En dat stoppen we in bytes. En bytes is niks anders dan een datastore. En met behulp van onze snorharen, onze whiskers, halen we de data eruit die we snappen. Wat we niet snappen, nemen we niet mee. En als ik op een later moment in de tijd die normalizer aanpas, omdat ik meer uit die data begrijp, dan voeg ik het dan pas aan de database toe. Er komt niets in onze database wat wij niet begrijpen en kunnen plaatsen, want dan past het ook niet in een object. Dit staat radicaal op, ik flikker alles in een bak en ik zie wel wat ik eruit kan trekken. Ik heb daar verder geen kritiek op of wat dan ook. Het enige wat ik zeg is, dit systeem wat wij doen, is wij snappen de data die we hebben. En op het moment dat die data in de octopus komt, is het een state machine en gaat een vlaggetje omhoog en die zegt, mijn status is veranderd. En wat wij dan doen, is wij zoeken op basis van business rules of wij conclusies kunnen trekken. Ik ga een heel simpel voorbeeld geven. Ik zie een domeinnaam en ik ontdek dat bij die domeinnaam er IP-adressen horen. IP-versie 4 adressen. Ik zie geen IP-versie 6 adres. Dit zijn feiten. Omdat ik IP-adressen heb, kan ik business rules starten vanuit kaliber iets met IP-adressen. En die ontdekken, je hebt 0 IP-versie 6 adressen. Dus je hebt geen 1 IP-versie 6 adres. En dat levert je een informational op. Dus niet een, je bent niet lek, je gaat niet stuk, er is niets aan de hand. Maar omdat er nu een nieuw object is verschenen, namelijk er is niet 1 IPv6 adres bij dit domein, gaat er een tweede business rule af die zegt, oh, maar dan heb je er ook geen 2. Nog steeds niets aan de hand. Omdat je er geen 2 hebt, gaat er een nieuwe business rule af en die zegt, jij gaat niet meer 100% scoren op internet.nl. Derde informational. En de vierde business rule die zegt, jij hebt een MX-record en de context is zorg. En je hebt geen 100% op internet.nl, dus jij biedt geen veilige e-mail in de zorg. En als de context ook nog eens een keer een ministerie,
als het nu bijna, of wat is het, 11 uur of zo, 10 uur, dan kan ik langs, want de minister is gaan opbellen, want we leveren kennelijk informatie af, op een onveilige manier, in de publieke perceptie. Ik heb nu echt een compliance issue van je welste. Die zou je misschien wel als critical kunnen zien. Hou die even vast en dan gaan we naar de volgende stap. Ik zei iets, er zijn IP-adressen verschenen. En vervolgens, omdat ik een IP-adres heb, zou ik een boefje kunnen aftrappen. Dat gaat kijken, zit er een website op? Nou, dat zou je kunnen uitvinden door Nmap te starten. En dan zie ik port 80 en port 443 op een gegeven moment. En daardoor zou ik weer een boefje kunnen aftrappen. En die zegt, zit er echt een website op of is alleen die poort open? Nou, weer een check en dan weet ik zeker dat het een website is. Oké, cool. Zit er op die website een content security policy? Nou, dan komt er een content security policy binnen. En dan trekken we die uit elkaar en dan zien we daar bijvoorbeeld een gewitelist domein. Dan voegen wij dat domein toe aan de Octopus. En dan gaat weer dat mechanisme draaien en die gaat dat domein uit elkaar trekken. En nou gebeurt er iets geks. Er komt een NX-domein terug. Oftewel, dit domein bestaat helemaal niet. Er is een tikfout gemaakt en er is iets gewitelist wat niet gewitelist had moeten worden. En nou komt er weer een bit die draait en die zegt, CVSS score 10.0. Want ik hoef maar één domein te registreren en ik kan jouw hele website overnemen. Boy, are you fucked. Ik ga wat kort door de bocht, maar even heel plat. Nu ben ik van iets heel simpels. Door dat iteratieve proces opeens terecht te komen bij iets heel groots. Tweede verschijnsel, en dit is gelijk maar wat CAD dus niet is. CAD is dus geen vulnerability scanner waar je op start drukt en dat je dan op een gegeven moment aan het eind ooit klaar bent. Want CAD is nooit klaar. Ik kan wel een vulnerability rapport draaien op basis van de database. Hè? Want je kunt een query op de database doen en dat zou een vulnerability rapport kunnen zijn. Nou, dat hebben we ook gebouwd. Dat je dat soort rapportages kunt maken. Dit is in een notendop wat CAD is. Als ik 10 business rules bij elkaar raap en ik zeg, dit noem ik een control en ik maak 100 controls, dan heb ik aan het eind van de rit dus een standaard uitgelopen. En daarmee is het een compliance machine geworden. En dat is even in de kern wat CAD wel is. En dan iets heel raars. Er zijn in deze wereld mensen die zich pentester noemen, een rapport schrijven en zeggen, ja, dit is stuk. En dan zeg ik, hoe kom je daar dan bij? Nou ja, het was 3 uur 's nachts en ik liet een kop koffie op mijn toetsenbord vallen. En toen was ik opeens roet. Of je zou kunnen zeggen, er zijn mensen op deze wereld die zeggen, ik doe aan AI en ik maak allerlei berekeningen en ik weet niet meer hoe ik aan het resultaat ben gekomen. Maar het is wel zo. Wat wij doen in CAD is iedere stap voorzien van een hash. Waarmee dus het vast ligt, dit is de data die het is. En die hash geven we aan een externe partij en die laten we signen. Dus die partij weet niet wat ze signen. Maar kan later wel bewijzen dat die hele keten leidt tot iets kloppends. Als ik nou bijvoorbeeld krijg dat ik een website ophaal en ik zie daar een stukje malware, wat ik eerder niet herkende en nu wel, kan ik niet alleen zeggen dat wij getroffen zijn, maar kan ook zeggen wanneer de eerste sighting was. En ik kan het niet alleen zeggen, ik kan het ook nog bewijzen. Dat scheelt je heel veel forensisch onderzoek. Ik snap oprecht niet waarom pentesten niet forensisch geborgd zijn. Nou, al die plugins, die stoppen wij bij elkaar. Dat noemen wij de CAD-alogus. En hoe meer er daarvan zijn, hoe toffer het wordt. He, dus wat wij vooral nodig hebben is natuurlijk meer van dit soort boefjes en bitjes. Ieder boefje heeft in potentie 4 poten. Kijk, ik zit op een ministerie nu. Dus waar ik misschien als journalist nog wel eens wat verder mocht gaan dan de wet goed vond, iets met vrijheid van meningsuiting en zo, is dat een heel ingewikkeld verhaal. Ik bedoel,
Ernst Kuipers hackt Catharina ziekenhuis. Lijkt me geen mooie kop in de krant. Ja, jullie wel, mij niet. En ik zie nu Oskar zo aankijken als je dat flikt. Nou, want dat is mijn concern, CISO. Dus we hebben bedacht, we hebben 4 poten voor katten. Voor boefjes. 1 poot betekent, je mag niks doen behalve openbaar beschikbare informatie ophalen. 2 is, je hebt toestemming om je te gedragen als een eindgebruiker. 3 is, je mag ietsjes meer. En 4 is wat we wel gekscherend thermal nuclear warfare noemen. Alles is allowed. Dus dingen die je in productie doet, zou ik nooit 4 geven. Maar bijvoorbeeld op acceptatie zou je dat dus best wel kunnen doen. En dit wordt ook getekend en dit wordt ook gepropageerd, zodat we ook zeker weten dat we niet over de scheef gaan. En dit is ook handig, want je hebt van die sensoren en dingen die soms informatie teruggeven. Denk aan het Nationaal Detectienetwerk. We zijn nu dat aan het integreren. En als je dan data in je graph stopt, dan wil je echt geen contact maken met dat IP-adres, want dat zou hele verkeerde indrukken kunnen wekken. En toch wil ik er informatie over hebben. Nou, die geef je dan 1 pootje. Ja, Kijker is nogal luid, dus die wil niet de hele tijd met de hand boefjes starten. Dus we hebben een best wel toffe scheduler gemaakt, die heet Moola. En daar wordt veel energie in gestoken. Want je kunt je voorstellen dat zo'n iteratief proces het nogal uitmaakt hoe je dat doet. En zeker als een omgeving groter groeit. Dus dat is wel een dingetje. Nou, eventjes om koude voeten te voorkomen dat je naar alleen maar een commandoregel moet kijken, hebben uiteraard ook een frontend. Daar werken hele toffe mensen ook aan die daarmee bezig zijn. Doen we nu veel aan. Er komt binnenkort een eigen kathuisstel. Maar nu houden we ons nog eventjes aan de Rijkshuisstel. Wat zeg je? Absoluut drempelvrij. Ja, nee, dat is nee, zonder gekheid. Drempelvrij is voor mij heel erg belangrijk. We hebben een database met gewoon een knowledge base die we opbouwen op basis van dingen die we zelf toevoegen, maar vooral die dingen die publiek beschikbaar zijn. Woordenlijsten die je hebt en dat soort dingen. Om gewoon rapportage beter leesbaar te maken. Als je een rapportage uitprint en dan gaat hij gewoon zelf zoeken naar woorden en dan trekt hij dus de definities erbij en dat soort dingen. Nou, we hebben kat de lucht ingeschoten op 4 oktober, Werelddierendag, 2021. Klein feestje ervan gemaakt. En we hebben dat dus losgelaten op onze testaanbieders, die allemaal genormeerde pentests aanleverden. En er werden 100 dingen gevonden. We gebruiken het voor meer dingen. En natuurlijk kwam er ook een Rijkskat-site. Ja, en dan is de centrale vraag. Hoe ziet VWS dit? Nou wil het toeval dat mijn concern CISO in de zaal zit. Oskar, hoe ziet VWS dit? Er zijn uiteraard geen kabels geraakt bij deze actie. In het datacenter in Amsterdam toevallig. voor de kijkers, dit is inderdaad een kast bij Nikhef. Ja, laten we wel wezen. Wie heeft toevallig vorige week dinsdag, ik mag er niet officieel naar verwijzen, maar ik mag natuurlijk wel vragen of jullie toevallig een avond van Lubach hebben gezien over websites? Ja, er zijn diverse websites inderdaad. Ik mag niet refereren naar deze uitzending, maar leuk dat jullie dat ook kijken toevallig. Daar wordt inderdaad gesteld hoeveel websites er stonden. Ik weet niet of jullie het nummertje nog kunnen herinneren. Ja, 1800 geregistreerde, formeel goedgekeurde registreerde websites. Maar Lubach had geen kat. Maar als je zelf gaat kijken, onze eigen registraties laten er al 600 zien. Dat is wel een feit. 600 geregistreerd. Ik ben een keertje door crt.sh heen gegaan en dan zie je er al 1800 alleen al van 1 departement onderdeelorganisatie in. We hebben er 25. En we hebben daarnaast nog 150 stichtingen. Dus wellicht dat ze er een beetje naast zitten. En dan hebben we daarnaast nog het probleem, als we dan even het voorbeeld net pakken. Je hebt 1 website. Nou, hoeveel assets zitten er op een website?
veel. Iedere klein puntje, dingetje is uiteindelijk weer een feit wat allemaal weer verkeerd kan gaan staan. Dus ik kijk naar pak een beet ongeveer 100.000 punten om te controleren met hand. Nou, ik geloof dat mijn lieve ambtenaren collega's dat niet zo leuk vinden, want het is klotenwerk. Daarnaast snappen ze er geen reet van, want ze moeten ineens allemaal IETF-standaarden gaan lezen. Snappen ze ook niet. Daarna zeggen ze, goh, ja, maar ik heb hem besteld bij deze marketeer. Dat ging toch hartstikke goed? Ja, dat... nee, de facturatie dat ging eigenlijk... wel, ja. Ja, de facturatie... Ja. Er is veel euro's zijn er inderdaad naar wilde websites gegaan. En dan vraag je je inderdaad af, wacht even, als dit alleen al het beeld is van een klein stukje onderzoek van een paar minuten bij één ministerie, hoeveel is dat dan bij al die organisaties die we niet allemaal kennen? Dus... waar we mee beginnen is dat we uiteindelijk eerst eens aan de collega's moesten gaan vertellen. En dat is een campagne die nu pas gaat starten intern. En dat is, wat moet je nou eigenlijk doen om een website veilig online te zetten? En wat moet je doen als je een API en een app dergelijke online moet zetten? Een API, hoe spel je dat? Wat is dat? Wat kun je ermee? Nou, dat soort vragen kun je dan ook nog eens een keer gaan stellen. Dat ze dat al niet snappen, het verschil tussen een website en een API. Daarnaast, mag deze website nou mailen, ja of nee? Ja, kan die mailen? Ja, doe maar. Nee, dat is fout, want op het moment dat je één keer mailt, dan krijg je daarna even wellicht de herinnering van een paar jaar geleden. Dat sommige mensen wellicht ineens een domeinnaam die weg is, overneemt en daarna een mailserver zelf opzet om dan de mailtjes af te vangen. Ik zou er een cyberonderzoeksraad voor oprichten. We hebben het advies is tot ons gekomen. Sterker nog, ik heb er zelf goed aan gelachen. Ik denk, ja, shit, dit is inderdaad wel een ding. Plus daarnaast al die linkjes uitlopen, waar gaat het allemaal heen? Zijn dat wel allemaal Rijksoverheidswebsites waar je naar linkt? Dat is een hint naar, je kan naar hele rare dingen linken. Heeft ook te maken met volksgezondheid, welzijn en voor sommige mensen dat het echt wel sport. Maar dat gebeurt dus. Dus ja, ga dat maar allemaal automatisch uitlopen. En dan merk je gewoon, dit is gewoon niet meer te doen met mensenhanden. En... gisteren heb ik dan nog een gesprek gehad met een ministerie met een grijze toren aan de overkant. Die belemmert mijn uitzicht richting de andere kant van Den Haag. En zit naast de rode toren toevallig. En die kwamen ook al van, goh, jullie ideeën zijn eigenlijk wel heel erg tof. En aan de ene kant het vertellen, wat moet een ambtenaar nou eigenlijk doen om correct te werken? En aan de andere kant het controlemechanisme. En het controlemechanisme met de hand, dat werkt gewoon niet meer. Je hebt automatisering nodig. Dus wij gaan aan de slag met OpenCAD om dus uiteindelijk dat te doen. En, maar ja, het blijft niet alleen maar bij VWS. En dat is het toffe eraan. Ja, en even wat ook wel heel tof is. Dat zijn dus ambtenaren die ook gewoon het lef hebben om de nek uit te steken en je rug te dekken op het moment dat wij natuurlijk best wel eens hele wilde dingen doen. En dat vind ik echt wel een applaus waard ook. Soms gebeurt er wel eens wat. Soms zijn er wel eens collega's. Nou, collega's die hier ook zijn. Mag ik de mic? Oeh. Er zijn meer mensen met ons gaan spelen. In de zorg, ook daarbuiten. Een van de toffe vind ik zelf de Orde Dienst Rijk. Want die zien opeens voor de DigiD-audit allerlei mogelijkheden. Maar ook heel tof, het zegt voor de zorg... Ja. En die zijn een pilot aan het draaien. En die zijn al onze bugs aan het squashen en ontdekken. Dank daarvoor. En dat is best een groot ding, omdat we ook de wet gegevensuitwisseling in de zorg gaan krijgen. En dat betekent dat straks een heleboel organisaties nog allerlei ondersteuning nodig hebben. Ook bedrijven zoals bijvoorbeeld een Klarenet zijn aangehaakt. Kennisnet met 9000 scholen zijn nu ook heel voorzichtig aan het kijken. Ja, dat is gewoon tof. Goed, dit is even de grove uitleg over CAD. Ik weet niet of er tot nu toe vragen zijn, want anders krijgen jullie alleen nog maar aankondigingen. Is het alleen nog? Hoe? Is het alleen voor publiek beschikbare infrastructuur of alleen ook voor interne infrastructuur? Hele goede vraag. Wij hebben alles genamespaced. Dus in principe, wat we nu doen is vooral internet gebaseerd.
Wij willen ook heel graag achter de firewall, omdat wij ook dingetjes doen als bijvoorbeeld kijken naar een software bill of materials. Als iemand WordPress draait, dan weet je dat niet alleen dat ze WordPress draaien, maar ook die 1500 zoveel libraries die eronder zitten. Als een van die libraries lek is, wil je die mensen ook waarschuwen. Dat wil je ook liever achter de firewall. We hebben daar ook al flink over nagedacht. Het is zo modulair en containerized opgezet dat dat ook gewoon kan. En we hebben daar ook al een naam voor. Dat is project Kitten. Dat is gewoon cat on a pie. Waardoor je het ook zeg maar, bijvoorbeeld bij ziekenhuis, maar ook bij kleine organisaties of een huisartsenpraktijk of zo ook zou kunnen neerzetten. Ja. Tip van mij, neem een NUC. Jij praat te veel met Misha. precies. Is ook zo, maar toch noemen we het gewoon Kitten. Maar je wilt het namelijk ook gewoon vanaf een centraal punt kunnen aansturen. Of juist omgekeerd, je wilt het misschien per se wel niet. Dat maakt niet zo gek veel uit. Maar ja, daar zijn we wel mee bezig. En achter de firewall, we zijn daar ook aan het kijken. Er is een organisatie die momenteel aan het kijken is. Zij hebben al iets om dat soort inventarisaties te maken. Maar we kunnen er nog veel bij. En die software die is open source. En die willen ze misschien gaan overdragen. Dus daar wordt voorzichtig naar gekeken. Dan nog zou ik ook bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld op switches en zo, zou je alleen al als je de MAC-adressen ziet, dan weet je al veel over de infrastructuur. En dan zou je al lijstjes kunnen maken met, waarom klopt dit niet met jouw CMDB? Dus er is daar nog heel veel winst te halen. Wij hebben nu vooral gefocust op het besturingssysteem. En nu komt de inkleuring. Cool. Dank je. Meer vragen nog? Ja, daar nog één. Is dit nu open op GitHub en inzichtelijk en accepteren jullie ook pull requests? Ja, en daar ben ik apen trots op. Eén is, we zijn inderdaad eventjes intern begonnen. Op 1 juli vorig jaar is CAT open source geworden. Binnen 3 uur had DIVD de eerste fouten gevonden. De ergo, open gaan heeft zin. En ik geloof dat we de dag erop inderdaad ook meteen dat ook hebben gesquashed. Dus dat is ook heel tof. Maar het heeft dus geen zin om open te gaan. Sinds 1 januari ontwikkelen wij alleen nog maar op de public repo. Er is niets meer intern van zeg maar wat nu de CAT suite is. Er zijn nog wel een paar dingen intern die nog naar buiten moeten. Maar wat ik net heb beschreven allemaal is open, wordt in het open ontwikkeld. Dus als een ontwikkelaar iets dom doet, krijgt hij een hele steile leercurve. Dit vind ik een hele enge uitspraak, maar het zou wel eens het enige overheidsproject kunnen zijn wat op dit moment op deze manier functioneert. Maar goed, binnen de open source scene is dit niet zo heel erg bijzonder. Goed, het verhaal gaat verder. Want 1 is, je kunt natuurlijk gaan scannen om dingen te vinden, maar een ander ding is natuurlijk, je hebt ook zaken met je logboeken. En het is heel bizar, hè? Dit doet alles privacy by design. En dan komen de logboeken. Vooral in de zorg heb je dan de NEN 7513, waar ook in staat dat je zo'n beetje alles moet loggen. En dan komt het in het Security Operations Center terecht. En daar zit dus iemand en die mag voor God gaan spelen. Die heeft echt alles tot zijn beschikking. Nou ja, dat roept bij heel veel mensen bij ons een doe eens niet op. Ja, Mendel heeft dan altijd de vraag, wie vond dat een goed idee en waarom is die nog in dienst? Maar dit is wel hoe we werken. En alle CIEM-tools die antameren dat ook nog een beetje. Want dan kun je namelijk uit de data wel gaan halen wat je use case zou moeten zijn. Dit is ook weer zo'n rare hersenkronkel. Je zou ook kunnen denken, wat doet mijn product? Hoe zou dit mis kunnen gaan? Ik heb dat nog niet eens verteld, maar ik heb bij VWS geïntroduceerd de Failure Mode Effect Analysis. En onze enige vraag is, hoe kan dit fout gaan? En dat zou je dus eigenlijk ook dan moeten gaan doen richting je SOC. En hoe kan ik dat dan detecteren? Dat hoort ook bij de FMEA. Nou, dit is Hans de Raad. En Hans de Raad die had voor de pharma al een oplossing gemaakt waarop je op hoge snelheid door heel veel log-events kunt gaan. Niet alleen verticaal, van zie ik dit, dan sla ik alarm. Maar ook zie ik een aantal keren X gebeuren binnen een bepaalde tijd. Of X, Y, Z en A, B, C en D.
En daar kun je ook dingen als patroonherkenning mee doen. Ergo, je kunt queries maken die precies dus aansluiten bij dit vraagstuk. En dat deed net niet helemaal wat we nodig hadden. Dus we hebben Hans gevraagd dat aan te passen. En de software die hij al had als open source beschikbaar te maken. Dan vraag ik dus aan een klein MKB-bedrijf, ben je dat bereid om te doen? Nou heet zijn bedrijf Open Novations. Dus dat open, dat is al een woord wat hem wel goed past. En hij heeft dus de software aan VWS dus naar die klus ook gedoneerd. En die is nu, gaat ook beschikbaar komen onder de EUPL. En dat wordt dus een andersoortig SIEM. En dat noemen we Kelvin, naar zijn inmiddels overleden kat. Daar hebben we nog wat dingen aan toegevoegd, dat je ook log-events via RabbitMQ aanlevert, zodat er ook nooit logboekregels verloren gaan, bijvoorbeeld. En dan stuur je alleen de bevindingen door, want dit is op hoog volume. Dat zou je ook voor dingen als je in netwerkverkeer of iets moet in de gaten houden. Nou, dat vind ik echt wel heel erg tof. Die komt binnenkort beschikbaar. En die wordt dus aan de kat-familie toegevoegd. Dan blijft er nog iets anders over. Wat nou als mensen een handtekening moeten zetten? En als je een huis gaat kopen, dan ziet dat er ongeveer zo uit. He, dan krijg je dus een link via de mail. En als je nou op die link klikt en klikt dan 10 keer in een scherm, dan heb je een huis gekocht. Wat zou er nou gebeuren als ik zo'n link zou gaan rondmailen? Of zo'n link eens op mijn Twitter zou gaan zetten met mijn 27.000 volgers. Wie heeft dan dat huis gekocht? Dit is veel te onnauwkeurig voor security. Hoe los je dit op? Wie? Ja, ja. Nee, nee. Ja, ik ben even een uitzetbeleid toepassen. Waar zit hij? Ja, hallo. Hallo, het is bedtijd. We hadden hem al een beetje voorzien dat dit zou gebeuren. Maar ik ben dan nu je er toch bent als crypto-architect. Hoe los je dit op? Huh? Ja, gewoon met handtekeningen. Elektronische, digitale handtekeningen. Dat is namelijk heel makkelijk. We hebben van die computers. En die, het grootste deel van jullie heeft er eentje op zak. Die dingen hebben gewoon hele veilige dingen. De kans dat jij je telefoon weggeeft is kleiner. Ongeveer net zo groot als een smartcard. Die vinden we ook goed genoeg. Je kunt er een wachtwoord op zetten, pincode. En je kunt zorgen dat alleen jouw telefoon een bepaald certificaat bevat. Nou ja, dan moet je een proces hebben dat je dat certificaat veilig uitrolt. Bijvoorbeeld in te loggen met je beroepsregister of zo. Of iets anders, zeg je bent de overheid, je hebt de DigiD of zo. En deel je certificaat uit. En dan kan iemand ondertekenen met dat certificaat. Is eigenlijk niks nieuws, doen we al sinds, wanneer bestaat X509? Lang? Ja, sorry, ongeveer mijn leeftijd denk ik, iets minder. Maar ik ben echt oud. Echt, echt oud. Dus, dus wij hadden op een gegeven moment ontwikkelaars beschikbaar die apps maakten die nog wel moesten, die kennis moest blijven. Maar ja, het werk droogde op een gegeven moment op en die hebben dus ingezet op project Otis. Van als je dus tijd over hebt, dan ga je dit dus programmeren. En dan word je gedrild door Mendel. En dan... Ja, en dan is het een paar weken later. Dat is wel handig. Ik bedoel, ik kan goed uitleggen wat je moet maken op zo'n moment. En dan doen mensen dat. En dan heb je dat. Dit is eigenlijk wat de Europese wallet en Nederlandse wallet in de toekomst zouden moeten kunnen gaan doen ooit. Maar Mendel, dat is leuk hoor. Maar nou wil ik eigenlijk dat een auditor dit ondertekent. En dan wil ik ook dat dat klopt. Forensisch en zo. Ja, dan moet hij inloggen dat zijn beroepregister dat ondertekent en uitgeeft. En, ja. Bij certificaatuitgifte moet je even controleren of die een auditor is. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk wat we willen gaan doen. Dat je dus ook een auditor kan event signen. Maar je zou ook bijvoorbeeld in Qwertly kunnen kijken of iemand de credentials heeft om dat hij ook daadwerkelijk OSCP is bijvoorbeeld, of OCE. Ja, of op de Hack42 website of je certified esthetisch harker bent of zo. Allemaal belangrijke dingen. Precies, dus dat wordt project Otis. Dat zal later in het jaar worden toegevoegd. Dat moet ook nog een beetje in de backend van het CAD-systeem worden gebouwd. Dan gaan we nog eventjes door naar de kattenbelletjes die ik heb van Hacker Hotel. Dan
komt het woordje DVD toch wel aan bod. Oftewel de DVD Academy. Nou, daar is Astrid van. Dat zou ik toch wel fijn vinden als je naar voren kwam. Nou, je hebt de toepasselijke kleding ook al. Bedrijfskleding, ja. Want je bent de directeur van de DVD Academy. Ja, onbezoldigd hoor, voordat iedereen weer denkt dat ik ongelooflijk diepe zakken heb. Die heb ik, maar er zit niks in. Dit is pas van vanochtend, maar wij gaan samenwerken. Ja. Ik wil heel graag goede business rules en jij hebt mensen. Ik heb heel veel mensen. Dankzij Victor ook halen wij ongelooflijk veel jonge mensen op dit moment binnen. Wij hebben als de eerste organisatie in Nederland naast de overheid mogen wij online stages aanbieden. Dus ik dacht, nou beginnen we met 10 en we hebben er inmiddels 100. 121, nou die gaan we allemaal opleiden. Maar er zitten gewoon ongelooflijk krachtige, fijne mensen bij die heel veel dingen kunnen. En die gaan we gewoon inzetten. Ja, en die moeten op een gegeven moment op stage. Zeker. Ja, en die gaan dus, een aantal daarvan gaan dus stage doen voor CAD, omdat zij kunnen denken in de stapjes die een hacker doet. Ze kunnen programmeren. Nou, ik heb net uitgelegd hoe je met die business rules je een soort domino-effect kunt hebben. Dus die gaan die domino-steentjes bouwen. Zeker. Ja, om te gooien. Ja. Daar ben ik enorm dankbaar voor. En ik ben ook apentrots dat dat zo is. Dus een hartelijk applaus. Dank je wel. En dan is er nog één dingetje. Mensen vinden soms dit... Het is best een ingewikkelde set aan tools. Het best ingewikkeld. Dus eigenlijk willen we een soort kattenvideo's hebben om mensen te trainen. Nou, dat is heel tof, want daar, er is namelijk een organisatie, dat heet de DVD Academy. En die gaan ons helpen met dat soort video's te maken. En dan is er nog een dingetje. Want NVR heeft aangekondigd om extra capaciteit te gaan steken in boefjes en bitjes en ook mee te gaan doen van kat en ondersteuning te gaan bieden. Dus dat is gewoon heel erg stoer. En dan blijft er nog maar één deeltje over. En dat is de kattenbak. Eventjes, ik zei al Niels. Niels is onze documentatieheld. Die schrijft al heel veel, die heeft die mooie slides geregeld en dat soort dingen. Deze foto is vanavond van Niels. Want Niels doet nog iets naast zijn werk voor VWS. Niels levert materialen af aan het front in Oekraïne. Of zelf, of Oekraïners komen naar ons toe. En hij staat hier in België vanavond om weer een gevulde ambulance met weet ik wat niet allemaal af te leveren. Dus hij kon er niet bij zijn. Wel super stoer dat hij dit weer doet en dit dus nog eventjes stuurde. Maar goed, de kat op de computer is vanavond. Oh, KatConf. 4 oktober 2023, Werelddierendag. Dan gaan wij KatConf organiseren op plekken en locaties om redenen en argumenten volgens procedures en standaarden. We gaan het nog inkleuren, maar dat wordt dus een hele toffe, diervriendelijke dag. Boven misschien bij het eten, maar dat is dan weer... Zijn er nog vragen tot slot? En ik heb een paar voorbeeldvragen. Dit heb ik van Anne-Jan geleerd. Een paar voorbeeldvragen ook opgesteld. Als je nou niks meer weet, dan denk ik van ja, dan zou je toch nog wat kunnen vragen. Dus tot slot nog een laatste rondje vragen. Mag ik weten waarom een slide in roze Comic Sans was? Nee. Welke boefjes hebben jullie nog op de roadmap staan? Nou, we hebben nu een paar hele grote die nu worden gemaakt. Voor tools als Nessus. Spiderfood, ja. Dat soort dingen, dus de wat ingewikkeldere. We hebben een heleboel boefjes rond voice-over API op de roadmap staan, omdat er iemand heel erg voice-over API enthousiasteling is. Had ik zelf niet direct bedacht, maar dat bijvoorbeeld. We zijn erg druk bezig met medische apparatuur uiteraard. Ja, en ik weet niet wat jij gaat bouwen natuurlijk. Ja, dat moet ik
Er is een roadmap beschikbaar, maar hij is zeer beïnvloedbaar. Dus op de grotere dingen is de roadmap nu dat wij procedures willen toevoegen. Zodat als je een incident hebt, dat je ook gewoon stapsgewijs kunt zeggen, dit is wat je zou kunnen doen of zou moeten doen. Zodat we ook forensisch geborgd hebben, opzet, bestaan en werking, hoe je met incidenten omgaat. Dat is een heel groot ding. Tweede ding wat voor op de roadmap nog staat is de failure mode effect analysis, risico-inschattingen. En een derde die we mee bezig zijn, zijn formulieren waardoor je in JSON kunt zeggen, dit is het model wat ik zou willen hebben, dit hoort zo in de database thuis. Dus dat zijn zeg maar in de engine. Maar qua boefjes en bitjes, ja jongens, wat er wordt aangeleverd, pakken we in alle dankbaarheid aan. En vervolgens qua standaarden staat als eerste nu, en die is al grotendeels af, de Haven standaard op de rol. Namelijk heb ik Kubernetes zo ingericht dat ik in minuten kan migreren. De DigiD audit is een grote. De BIO, de baseline informatiebeveiliging overheid. En als we die dus hebben, ook al heel snel de ISO 27001-2022 en de NEN 7510 series. Dat zijn de dingen die voor de komende tijd de grootste prioriteit hebben. Maar nogmaals, als er ondersteuning komt en we kunnen sneller, dan wil ik sneller. Oh ja, de S-bom inderdaad is een... sorry Oscar, die hadden we je beloofd. Tot slot, verder nog vragen? Ja? Oh, wat is die vals? Nou, in dat geval, ik had gehoopt dat jullie iets over Franse katten hadden gevraagd. Of het goed ging met mijn katten vanavond. Ja hoor. Hey, dank jullie wel voor de aandacht. En have fun bij de pubquiz.